kijkers. Nogal bedankt nog voor de 100ste aflevering van de themaverhalen. Vandaag zijn we er weer. Sonic en Shadow zijn er vandaag. Sonic is de cameraman, maar ik moet Sonic nog even vinden. Maar goed, ik ga vast het verhaal met jullie vertellen. Nou, kom maar op. Weet het verhaal? Kom maar op. Dit verhaal gaat over de lente. Ja, lente, het was heel leuk. We hebben vorig jaar ook gedaan. De man... Ah, hier is die. De man, Sonic eigenlijk, hier is dan de man, had een ijzerstaafje gekocht in de lente. Waarvoor was dat? Het heet gewoon wandelen in de lente. Ja, die is uit het verhaal. Waarom had hij opeens handschoenen aan? Was aan het vriezen? Ja! Hij had geen boer gelaten. Nee, hij had geen boer gelaten. Jullie horen aan de plaaggeest. Had hij de plaaggeest gevonden? Ja! Oh, dan weet ik al hoe dit verhaal heet. Nu al? Ja. Had hij bloemen geplukt? Ja. Goed zo. Hij had dus ook geen wind gelaten. Dan weet ik al hoe dit verhaal heet. Hij gaat naar de bloem. Hij koopt een bloem. Ja. Hij ging naar het tuincentrum. Ja. Dus hij gaat naar het tuincentrum. Hij koopt een bloem voor in de lente. Dus hij ging wandelen naar haar tuincentrum. En daar was de lente begonnen. Het was inderdaad de man die dus ging wandelen in het tuincentrumtje. Door omdat hij bloemen had gekocht, ging hij dus wandelen in de lente. Wauw. Dit was echt een kort verhaal, dit. Het is altijd korte verhalen, daarom noem ik het ook altijd themaverhalen. Plaaggeest. Kijk eens, ik wil jullie nog bedanken, door. Dit is de 101 aflevering. Komt er nog een derde, komt er nog een vierde seizoen? Die komt er zeker aan. Volgend seizoen, want we hebben nog een jaar contract hierna nog. We hebben hierna nog een 1 jaar contract en dat wil ik zeker weten nog uitdienen met jullie. Ik heb ervan jullie genoten, die 100ste aflevering. Vorige week nog, vandaag de 101 aflevering. Zo, dat aantal afleveringen heb ik ook voor GTA 5 opgenomen. Maar ja, ik hoop zo dat ik GTA 5 ga spelen. Volgende week de 102ste aflevering. Dat is het aantal afleveringen die ik voor GTA 5 heb opgenomen.